Show. 10 uur tot 10 uur, dan krijgen we Route Regio met Ruud Kleijden. Dan heel iets anders. We gaan het hebben over kunstmatige intelligentie. In het Europees Parlement wordt vandaag daarover gedebatteerd over de regels voor systemen. Een speciale commissie heeft zich gebogen over de voor- en nadelen van deze systemen. Uit hun rapport komt naar voren dat kunstmatige intelligentie bijvoorbeeld gezondheidsproblemen of klimaatverandering aan kan pakken. Ja, maar aan de andere kant staat daar tegenover dat de privacy niet in het gedrang moet komen. En dus wordt er gekeken naar aanvullende wetgeving. Bij de Brightlands Campus in Heerlen is vorig jaar gestart met een centrum voor kunstmatige intelligentie. Pieter Kusters heeft dat onder zijn hoede en hij ziet dat er noodzaak is voor meer regels. De wet en regelgeving loopt typisch achter op de ontwikkelingen. En zeker gezien het huidige tempo waarin kunstmatige intelligentie zich nu ontwikkelt, ja, is dat amper bij te houden met wetten. Wij vinden dan ook, en ik denk dat we daar in Europa wel het over eens zijn, dat we de mens centraal moeten stellen. Hè? We hebben in China en de VS iets wat andere insteken. De een wat meer totalitair, de andere kapitaalgedreven. En ik denk dat wij in Europa aan zet zijn om de mens weer centraal te stellen bij de ontwikkelingen van kunstmatige intelligentie. Hoe uitziet dat in de praktijk? Kunt u eens bijvoorbeeld een soort vraagstuk of een situatie noemen waaruit blijkt dat die wetten eigenlijk gedateerd zijn in tegenstelling tot de voortschrijdende technologie? Pak bijvoorbeeld de toeslagenaffaire, de kindertoeslagenaffaire, maar ook wat minder impactvolle dingen die ook serieus zijn. Als je kijkt naar de fotocamera op de smartphone, nou, er zijn de nodige casussen van bekend. Ja, van de kunstmatige intelligentie die dan personen probeert te herkennen, waardoor die fotocamera daarop kan focussen. Nou, als je daar in de ontwikkeling daarvan te veel witte mensen gebruikt en geen mensen met andere huidskleuren, dan kan die fotocamera of die software die daarin zit, ja, op een gegeven moment die mensen niet herkennen met een andere huidskleur. En dat is natuurlijk extreem pijnlijk. Dus dat zijn dingen die dagelijks gebeuren. En dat komt vaak door, ja, niet goed kijken hoe je in de ontwikkeling de data eigenlijk voert aan zo'n kunstmatige intelligentie. De menselijke maat moet volgens cursus de werking van zo'n systeem bepalen. Hij vertelt hoe dat binnen Brightlands gebeurt. En daar zitten een ethisch hoogleraar, een juridisch hoogleraar, sociaal-maatschappelijke experts, zitten er allemaal aan tafel. Om dus ervoor te zorgen dat we die innovaties die we maken op de juiste manier maken. Kijk, wat je vaak ziet gebeuren ook, is dat er met alle goede bedoelingen iets gemaakt wordt. En daarna blijkt dat het, ja, ethisch niet helemaal in de haak is, waardoor het terug de kast in kan. En dat wil je gewoon voorkomen, want uiteindelijk is dat gewoon het duurste. Bedrijven die dit soort systemen ontwikkelen moeten zich houden aan de bestaande privacywetgeving, de zogeheten AVG-wetten. Maar daar wordt niet heel intensief op gecontroleerd, vertelt Kusters. Dat ligt voornamelijk bij burgers zelf. En ik kan bijvoorbeeld bij een andere organisatie opvragen welke data daar beschikbaar is. En daar moet die organisatie dan aan voldoen. Als ik dan zeg, nou, ik wil dat die data verwijderd wordt, moeten ze daar ook aan kunnen voldoen. En mochten ze daar niet aan kunnen voldoen, nou, dan kan er gehandhaafd worden. Maar het is dus eigenlijk aan mensen en organisaties zelf om daar iets van te vinden of daar tegen iets aan te lopen en daar dan iets aan te willen doen. Dus het is niet zo dat er een AVG-politie bestaat. Pieter Kusters van het Centrum voor Kunstmatige Intelligentie van Brightlands over regels voor systemen met die intelligentie. L1.